Een van onze eerste sportkampioenen was worstelaar Alfons Steurs. Deze kloeke boerenzoon ruilde in 1904 zijn job als kolenlosser voor een succesvolle professionele sportcarrière. Fons de Koolboer, zo noemde men deze volksjongen. Hij groeide nogthans op in een tijd dat sport nog een exclusieve vrije tijdsbesteding was en vooral door militairen en rijke luiszoontjes werd beoefend. Maar worstelen was een uitzondering, omdat er geld mee te verdienen viel. Rond 1900 werd deze sport immers niet alleen in clubverband bedreven, maar ook op kermissen en in theaters waar worstelaars voor enkele centen het publiek entertainden met worstelkampen en andere krachtpatserijen. Ook de carrière van Steurs begon als acrobaat-worstelaar. Maar omdat worstelspectakels in het buitenland veel meer geld opbrachten dan hier, besloot Steurs in 1904 Antwerpen te verlaten. Per trein en per boot reisde hij de hele wereld rond. Van de Folie Bergère in Parijs tot in Moskou, Montreal, Rio de Janeiro of Dakar. Ruim 15 jaar lang was de Belgian Lion, zoals hij in het internationale worstelcircuit gekend was, een te duchte tegenstander. En meerdere keren werd hij gekroond tot Europees en wereldkampioen. De waarheid gebiedt ons wel te zeggen dat de worstelwedstrijden in het beroepscircuit niet altijd op een sportieve manier beslecht werden en vaak veel meer gearrangeerde catchspectakels waren. Wist je dat in de wijk Klein Antwerpen, waar Steurs een tijdje woonde, hij nog steeds herdacht wordt met een vloertegel en een muurschildering? Ga je ze zoeken?